Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat er een tekort is aan arbeidskrachten, hetgeen vele gevolgen kan hebben voor de economie. De bewindsman sprak journalisten eerder deze week voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers. De bewindsman zegt dat er gauw oplossingen gezocht moeten worden voor dit vraagstuk. De conclusie is dat we moeten kijken naar alternatieven om het tekort aan arbeidskrachten op de Surinaamse markt in te vullen. Omdat het anders toch wel serieuze consequenties kan hebben voor economische activiteiten in Suriname. We merken dat niet alle vacatures gevuld kunnen worden door Surinamers, omdat ze één of die aspiraties niet hebben om in die sector te werken. Of niet het vereiste opleidingsniveau of wat dan ook. Maar ik gaf al aan dat het gros van de banen zijn voor mensen met een beperkte opleiding. Dus in principe zou dat niet zoveel moeten uitmaken. Maar de mensen komen gewoon niet of ze prefereren een job bij de overheid. Dus dat zijn zaken waarmee we toch geconfronteerd worden en die aangepakt moeten worden. De minister zegt verder dat er nog niet is gekeken naar de mogelijke effecten van de wet op de belasting over toegevoegde waarde BTW, welke in januari 2023 wordt ingevoerd. Volgens hem is deze wet niet lang geleden aangenomen en moet het traject daarvoor nog worden uitgezet. McAndrew denkt dat zowel het bedrijfsleven als andere actoren zullen kijken naar wat de precieze impact op hun activiteiten zal zijn.